Een trotse Dion op een nieuwe plek met je kapperszaak. Ja, klopt. Ja, klopt. Niet meer op de herkende plek aan de Molenstraat, hè? Nee, we zijn er nou weg. Dus we gaan een nieuw hoofdstuk gaan we beginnen aan de Lansingstraat. En een lang verwachte wens is nu eigenlijk werkelijkheid geworden. Dat we dus eigenlijk alles wat we doen onder één dak hebben zitten. En ik hoop dat dat makkelijker gaat werken en dat we beter en makkelijker vindbaar zijn daarin. Was dat ook de reden waarom je wou verhuizen? Ja, ook mede. Kijk, ik woon natuurlijk hier op deze plek en ik heb hier mijn haarwerk speciaalzaak. En nou ik de kapsalon ook erbij heb, gaat dat gewoon makkelijker werken. Ook met de wisseling van het werk wat je doet. En als je dan op twee plekken zit, ja, dat is eigenlijk, zeker als je wat drukker wordt met het haarwerk, is het bijna niet te doen. Je hebt wel een hele mooie A-locatie, hè? Ja, daarom. Dus het is ook al net of het puzzelstukje in elkaar valt. We hebben een mooie plek. We hebben een heleboel parkeerplekken voor onze klanten. En zeker de ruimte. Je gaat in de Molenstraat eigenlijk 60 vierkante meter. En nu ga je in totaal naar een dikke 300 vierkante meter. Dus ja, daardoor zijn we natuurlijk een hele complete kapsalon. En ik denk misschien wel de meest complete kapsalon van Oost-Nederland. Hoe lang heb je daar gezeten in de Molenstraat? Molenstraat 19 jaar. Ja. In 1982 ben ik begonnen in de Vonijnstraat. Dat heb ik verkocht en toen ben ik er 5 jaartjes uit geweest. En hele andere dingen gedaan en 19 jaar terug, ook toevallig op 1 maart, ben ik daar geopend. En we gaan nu weer op 1 maart nu hier weer openen. Dat is heel toevallig dan. Dat is wel heel toevallig, ja. Wilma zei dat een tijdje terug en toen zegt ze, wist je dat je daar ook op 1 maart bent begonnen? Ik heb er helemaal niet zo groot bij stilgestaan. Maar nu weer op 1 maart, dus wel toevallig. Hoe voelt het nu op zo'n dag als vandaag met allemaal vrienden en bekenden die dan op je openingsfeestje zijn? Ja, nu heel leuk. Heel positief. Blij dat ik het gedaan heb. Voelt goed. Toen ik vorige week de deur achter me dicht deed in de Molenstraat, was het een beetje dubbel. Zo van, nou, het is heel fijn om nu weg te zijn en wat anders te gaan doen. Aan de andere kant, ja, het was toch weer een hoofdstuk van 19 jaar waar je afsluit. De vierde generatie is in aantocht. Ja. Die gaat hier verder? Nou ja, de bedoeling is dat mijn dochter het misschien over gaat nemen. Ze heeft nou de kinderen nog klein, dus dat is nu niet van toepassing. Maar misschien dat ze over een jaar of 4, 5, 6 zou zeggen van nou pap, ik neem het toch over. Dan mag dat en dan kan dat. Maar kan op deze locatie? Dat kan op deze locatie. En dat houdt ook in dat ik dan op een andere manier misschien wel door kan, verder kan gaan. Al doe ik het misschien een dag minder. Of die invulling weet ik nu nog niet. En ik laat haar ook vrij in. Ze is natuurlijk aan mij niks verplicht. Maar ze heeft de kans. Maar eerst even lekker genieten. Zo is dat. Dat gaan we zeker doen. En vanaf morgen gaan we gewoon volle bak gaan we aan het werk. Op dezelfde manier weer bereikbaar? Ja. Gewoon met ons oude telefoonnummer. Via de site. Kan iedereen ons gewoon weer bereiken. Ja. Heel veel succes op deze nieuwe mooie locatie. Dankjewel.